Even een andere jurk aangedaan. Ik ben een beetje wazig. Deze jurk is ook van Boohoo. En ik moest eventjes wennen aan die boho braids. Maar nu vind ik ze echt heel mooi. Dit is de dress. Ik had niet gewonnen, dus nu zit hier. Hi, thanks, Luke. Bulk. Goedemorgen jongens, welkom en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag is het een video's verjaardag en we gaan iets superleuks doen. We gaan namelijk een helikopterritje doen met z'n allen. En ja, ik heb er heel veel zin in. Het is via Fly Bali en we moeten nu een uurtje rijden om naar de plek te gaan waar de helikopter op gaat stijgen. En ik ga jullie gezellig meenemen. Let's go. Het is gelukt hoor. Alle jongens op tijd in de auto. Op tijd is allemaal. Zo, echt hoor. Jongen. En de B-Day boy. Ja, de B-Day boy jongens. Nou jongens, daar gaat ze. Foto's vandaag. Wauw. Wow. Nou, zo worden de foto's op Insta gemaakt hoor. Zo gaat dat eraan toe, dames en heren. Dit is achter de schermen. Behind the scenes. Behind the scenes. Moet je zien. Ja jongens, hier wordt film ook even de security. Oké daar. Dat is magic happens. Kijk. Ja. Nou, daar zijn we. In het prachtige Bali. Toch jongen? We zijn er. We zijn er. Oh jammer. Ai ai ai. Vlei Bali. Hier moet je dus niet vliegen. Peace! De video's in Engels is zo slecht. We zijn foto's aan het maken en hij vraagt aan iemand nou fly. Nou fly. Die helikopter in de tijd airplane. Ah, dat is wel weer jammer. Nou, we hebben fotootjes gemaakt en moeten we eventjes wachten tot alles klaar staat. En dan gaan we eindelijk de lucht in. Heerlijk weer hè vandaag. Ik heb twee slippertjes gekregen. Jongen, joh. I'm in love. If the world was then, would you cry or would you try to get it? Tell me now about what you can repair, yeah. Tell me now, I need you to be clear, yeah. I will wait for you, for you. I will wait for you. I will wait for you. Man, you put the time on a understand, can you tell me now why you made a war that we're fighting now? And you fall and you run when you see my big guns run around, run away as a rebel comes out. Then you call, call on me when you call me, I pop. And then you go again with your death, yeah. Open your mind to the sound of the trumpet. What do you want from the life of the hopeless? Helikoptervlucht gedaan. Was iets verder dan Kuta. Maar ja, we waren dus klaar, want het vliegritje was best wel kort. Dus waren we naar een beachclub gegaan die in de buurt was. En we zijn bij Titi Beach. Het is hier echt heel mooi. Kijk nou het uitzicht. En hier heb je een minimum spend van 5 miljoen als je zeg maar op een bedje wil zitten. 5 miljoen is omgerekend naar euro's. 250 euro minimum spend. Maar ja, als je hier de hele dag zit en wij zijn met z'n vijven, als iedereen twee keer eten bestelt, dan zijn we er wel uit, denk ik. Nou, de Vio had geen zwemkleren mee, dus hij is even snel hier in de buurt zwemkleren gaan halen. En Kenji, dat is onze broke bestie. Die betaalt niks. Ja. Alles wordt voor hem geregeld. Broke bestie! Zoveel doekje van. Nou, de jongens hebben de zwembroek van Kenji gehaald. Hij is wel dik, man.
Wat zegt deze dan? Een kleine drug. Bloemetjes of zo? Ja, naadjes. Sweet. Dat vind je natuurlijk het mooiste voor gezellen. En dat je ook. Ah ja jongens, we hebben Maybe you like to take a bowl because we just only have a bowl. Right here. Niet lekker. Nou guys, het was weer een lange dag. We zijn nu weer terug in de villa. Iedereen slaapt, want iedereen doet een dutje. Omdat ze niet gewend zijn om zo vroeg wakker te worden. We waren vandaag om 10 uur weggegaan. Morgen gaan we een ATV-tour doen, dat is op een quad. En dan moeten we 9 uur weg. Dus ik hou mijn hart echt vast. Want ze gaan nu dus allemaal een dutje doen. Maar straks zijn ze klaar wakker en dan willen ze weer gaan chillen. En dan gaan ze weer weg. Tot midden in de nacht. Dus ik ben benieuwd of ze morgenochtend op tijd wakker worden. Nou, we shall see. Ik ga even een paar video's editen. Een beetje op TikTok scrollen en dan ga ik denk ik ook slapen. Dus ik ga morgen weer verder filmen voor jullie. Doei doei! We will do the ATV quad bike around 1 hours until 1.5 hours in a good area. So we will pass Rice field and then Ubud village. So it will be enjoy. You will do there. Goedemorgen, we zitten nu in de taxi. Ik ga naar Bali een ATV tour doen. En we gaan ook naar de Rijsvelden. Dat is in Ubud. Wij verblijven tussen Canggu en Seminyak. Dus we gaan nu weer een uurtje in de auto. En dan gaan we weer een hele andere kant van Bali zien. Ik heb er wel echt zin in. Alleen een uur rijden vind ik niet leuk. Nee. Maar ja, it is what it is. Hop in throw up the sex in waar zijn we nu? Nou, Kenji is net wakker. Die slaapt alleen maar. We zijn nu in Ubud. Ja, Ubud. We gaan even eerst wat eten en daarna gaan we naar de ATV-tour. Oh, dat ziet er wel echt gezellig uit, dit. Wat zo met jullie in vallen? Hey, daar gaan we. Mister ontspannen. Echt hoor. Het is helemaal thuis, schoentjes uit. Davinio. Zo lief. En voor al het geld bij elkaar sprokkelen. Ja. Kijk, dit is 4 euro of zo. Nee, je moet zeggen millions. Ik bedoel miljoen, kijk hier, 10.000. Ja, is niks toch. 10 tori. 10 tik. Nou, de tour was super leuk. Alleen achterop deed die stang zoveel pijn aan mijn kont. Ik heb ook echt 2 blauwe plekken. We gaan nu... Dat is wel gevaarlijk. Ja. Ja, toch? Ik vond het ook gevaarlijk. Ik snap wel dat hier mensen doodgaan. Nou, we gaan nu naar het bekende Creta zwembad. En we gaan naar de Rijsvelden om daar te checken. Ik zou zeggen, blijf even kijken. Niggas want me to attack it. Put the hood on, all they calling me cashes. Aren't you like Bob Saget? Greedy, I can't pass it.
getting everything to get no fasting. I don't care what you knew me in the past tense. I ain't no Julia Styles, this ain't no last dance. We pass it, wait. Fucking on my ex cause he validate me. Oh, kaka futu. Kaka futu. Nee joh. Kaka futu. Wat stinkt die futu bij? Nou, dit vind ik echt tien keer niks hoor, jongens. Claustrofobie is kicking in. Zo. Nou jongens, ik heb weer eens een gek spel gehaald. Het is dus Flying Poop Game. Dan moet je dus op met de ontstopper, die heb ik dus hier in mijn hand, moet je op de toiletbril drukken. En dan komt er een drol uit en degene die hem als eerste heeft gepakt, die heeft een punt. Toevallig ben jij ook hier? Ik dacht dat jij weet. We zijn gewoon elkaar in. Ja, precies. Oké. Woe! Ja! Ja, echt. Yes! Hey, je bent er niet heel goed in. Dit doe je echt denken. Soms heb je toch van die video's dat mensen een hotdog met hun mond moeten vangen. Ja. Nog jij die drom met je mond vangen? Nou jongens, dit was het voor vandaag. Ik ga morgen weer verder filmen. Doei doei! Goedemorgen jongens. Nou, ik zit klaar om naar een ontbijtplekje te gaan. En ik dacht, ik ga gewoon gezellig alleen, want iedereen slaapt nog. Dus ik zei Davinio, ik ga lekker ontbijten. En toen werd hij wakker en zei hij, ik ga mee. Dus ik wacht nu totdat hij even klaar is met klaarmaken. En dan gaan we naar 707 Bistro, Café en Bistro. Heb ik op TikTok gezien. Echt een heel leuk plekje waar je kan ontbijten. En waar het echt fucking goedkoop is. Dus ik ga alles bestellen van de kaart. En ja, dus ik wacht even totdat dat is omgekleed, klaargemaakt. En dan gaan we. Wat ik ook wel fijn vind, want ik zou nu met de taxi gaan eigenlijk. Maar er rijden zoveel motors op de weg. Dat ja, met de auto kom je er gewoon bijna niet doorheen. En nu dat wakker is, kunnen we gewoon lekker met de motor gaan. En dan zijn we er ook gewoon veel sneller. Dus ik ben stiekem blij dat hij is wakker geworden. Dit is trouwens mijn outfit of the day. Ik ga hem even neerzetten. Alle kleren die ik haal, er wordt altijd gevraagd, waar haal je kleren? Ik haal mijn kleren eigenlijk altijd bij Boohoo. Omdat het gewoon snelle shipping is. En het is gewoon goedkoop. Goedkoper dan als je naar een H&M gaat. Of weet ik veel wat daar. Koop je een shirtje voor 60, 70 euro. En bij Boohoo kun je daar gewoon 3-4 shirtjes van halen. Dus ja, helemaal top. Dit is een body. Maar als ik hem heel strak doe, dan schijnt hij door. Dus ik heb hem gewoon in mijn rok gepropt. En een lange satijnen rok. En ik draag hier eigenlijk alleen maar slippers. Dus we gaan geen shoe outfit doen. Maar ik vind dit topje dus echt super leuk. It's giving cute. It's giving very demure. En mijn haar heb ik een soort van scheiding hier gedaan, naar achter, achter een vlecht gevlochten en een hoge staart. Ik heb dus bulk hair voor ja, boho braids op Shein gehaald. Vorige keer had ik ze in het zwart gehad en die waren zo goed. En ik heb ze nu dus met blonde plukjes gehaald en deze kwaliteit is zo slecht. Ik ben ook van plan om een van deze dagen mijn vlechten los te maken. Want I can't take it anymore. Maar als ik foto's maak dan denk ik ja, it's giving bomb, it's giving God, mam. Het is ook zo heerlijk wakker worden in deze villa. Het is letterlijk onwerkelijk dat we hier kunnen verblijven. Het is zo mooi. Oh, kon ik hier maar wonen? Was dit huis maar voor mij? Dat zou pas top zijn. Ja, it's a vibe. It's a V-I-B-E. V-I-B-A. Toch? Nou, ik moet ook nog even wakker worden, jongen. Waarom zou ik judge? Ik ben zelf niet perfect. You don't love me like I love you, I know. En bij 707 in Café Bistro. Ik was hier aangekomen voor de granola bowl. Maar het is al 2 uur. En Daf was een beetje pissig, want hij zei ik wil ontbijten. Maar het is al 2 uur, dus het gaat moeilijk. Dus we hebben nu een we hebben quesadillas en burritos besteld en een smoothie. Dus ik ben heel benieuwd hoe het hier is.
Nou, jij hebt de Berry Lover. Is die lekker? Van 1 tot 10. 7. Oké, niet op en op. Prima. Nou, het ziet er wel goed uit hoor. Ja, zo. Als het... Ik vind het jammer dat we niet eerder zijn geweest zodat we het ontbijt konden eten. Maar de chicken quesadillas en de burrito zijn echt heel lekker hier. Ja. Hier bij het restaurantje Kind. En ze zeggen dus dat je hier de beste matcha uit Bali kan halen. En dan heb je net ook een ijsje gehad. IJs is top. 1 tot 10? 9. Oh nee, 10, man. Deze is vet. Echt? Was net uit de oven. Wauw. Ik weet niet wat het is, maar in Nederland vind ik het altijd niet dat mensen gewoon die ijshoorntjes aanraken. Want ze raken ook het geld zo aan. Klopt. Baba. Nou, het is wel erg gezellig hier. En ik dacht dat het zeg maar alleen zoetigheid was, maar je kan hier dus ook gewoon eten. Als ik dat wist, waarom we denk ik hier gaan eten. Ja, wat dacht je wel, schat? We hebben nog een paar dagen hier, hè, dus... Nou jongens, we hebben hem, hè? Taste test van de Fino. Ik snap niet dat mensen matcha lekker vinden. Het proeft gewoon naar gras. Ja, maar dat vind ik dus ook heel erg. Maar ik heb echt de smerigste van Joe and the Juice. Die was zo vies. Ja, die was waar. Dus ik, ja, het kan alleen maar beter gaan vanaf hier. Ik denk dat je deze wel lekker vindt. Ja. Dan hebben ze wel die bol. Ja, misschien nou als een massage. Nou jongens. Ik proef gewoon aardbeien en een beetje gras. Wow. Dit is jij wel heel lekker doen. Oh, ik heb even zijn voeten gedaan. Ik ben helemaal kapot. En ik heb een massage gedaan, jongen. Voetjes. Voetjes gedaan. Helemaal fris. Ik zat net te snurken bij de massage. Ik zat nou vlecht en maken. Nou, ga straks terug naar de jongens. Even... wat alone time. Daarna gaan we weer naar de villa. Zijn we ready om te gaan hoor jongens? Het is altijd van mijn outfit. Prachtig. 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 De villa. Ja, ga maar. Echt. Dit kind is zo irritant, niet normaal. Die vrouwtjes lachen me ook wel uit. Als je nu wegrijdt, ik pak je bij je nek. Hé, hé, hé. Ho, ho, ho. Ja? Gasolina, gasolina. Het is een beetje druk hier. Ladybar. Ja jongens, zo is het dus de hele dag hier. File. Dus je moet of heel vroeg vertrekken of heel laat, want dan is het wel top. Maar nu... met auto's kun je niet te doen. De taxi naar zo lang. De scooter kan je nog overal doorheen. Het is ook wel lastig hoor. Ja, je moet ook goed kunnen rijden. Ja, maar jongens, je moet echt net als mij kunnen rijden. Nou, deze jongens zijn de deur uitgegaan zonder sleutel. Omdat Davinho zei dat hij de sleutel had, maar die heeft hij niet. Ja. Altijd Davinho. Kijk, dat is nou weer als je een grote broer bent, jongen, krijg je altijd. Maar dat heb je ook gezegd. Als je helemaal niet bent, schrijf je alles op je broertjes. Ik zeg, jongens, kijk in mijn kamer. Als hij daar niet ligt, dan ligt hij in de scooter. Nee, toen zei hij, dan heb ik hem mee. Inderdaad. Dan ligt hij in mijn scooter. Dus hun konden hem niet vinden. Ja, hij kon hem en jij niet. Hij zegt, mee. Dan heb ik hem wel. En dan heb ik hem wel. En heeft hij hem? Sta hier voor de deur. Hé hey boys, jullie hadden die sleutel toch? Kijk hem nu. Onze schuld. Ah, dan krijg jij die schuld ook, altijd. Dank u wel. Dit is altijd jouw schuld. De man wordt groot, hè? Pas op, hè, want ik sla zo weer in die bal. Dus het is inmiddels 2:30 Bali tijd
Ik ben eventjes met de boys, met Denzel, Anthony en Daf, even naar buiten gegaan. We wilden eten, maar het is laat en je kan alleen in de avond nog bij beachclubs eten. Nou, ik begin echt te merken dat ik zo'n oma begin te worden. Ik irriteerde me aan de muziek. Meestal is dat als ik met ieder ben, irriteer ik me aan de muziek. Maar nu irriteerde ik me gewoon zelf aan de muziek. Het stond hard. Ik irriteerde me aan de mensen die aan het dansen en dronken waren. Dat is er natuurlijk ook allemaal daar. Ik heb gegeten. Het eten was ook echt 0 out of 10 bij Vince. Het is volgens mij gewoon omdat er zoveel mensen komen. Dat ze ook de tijd niet hebben om het eten lekker te maken. Ik vond het echt niet lekker. Niet te vreten. Dus ja, als je hier komt in Bali voor het uitgaansleven. Dan is Vince wel echt een aanrader. Maar ik vond het echt 10 keer niks. Nee. Nou, ik ga lekker mijn make-up eraf halen. Lekker douchen. Dit was alweer de vlog voor vandaag. En volgende week vrijdag is de laatste vlog. In Thailand wou ik zeggen. Ik denk dat ik net Muay Thai zei. Maar de laatste vlog in Bali. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan nu. Want dan krijg je ook een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Nou, ik hoop dat ik jullie volgende week zie. Doei doei!